NBS-parlementariër Patricia Etnel vindt dat maatschappelijk werkers getild moeten worden naar het niveau van beleidsadviseurs. Deze groep vervult namelijk een hele belangrijke rol in de maatschappij. Dat zei ze donderdag in de Nationale Assemblée. Etnel is blij dat president Santokki heeft gezegd dat er vanuit de regering een duidelijk gezinsbeleid zal worden bepaald in het begrotingsjaar 2022. Ze hoopt dat de waardering voor de maatschappelijke dienst ook op gang komt. Waarom pleit ik daarvoor als de president zegt dat hij dat mee zal nemen? Waarom pleit ik ervoor dat de maatschappelijke werkers op het niveau komen van beleidsadviseurs? Omdat de maatschappelijke werkers eigenlijk de key bone of de key factor zijn om die maatschappij gezond te maken. De maatschappelijke werkers hebben één doel. Namelijk de gezinnen, de coaching en begeleiding geven. Belangrijk is dat we die maatschappelijke werkers de waardering moeten geven die ze moeten krijgen. Vandaag aan de dag krijgen ze een heel scharrelig loon. Het loon dat ze krijgen is niet voldoende. Ze gaan naar gezinnen, ze moeten mensen helpen, ze moeten mensen begeleiden naar de zorgpunten. Soms zetten ze hun eigen vervoer in om naar de districten te gaan. Maar de waardering bleef uit. Etnel zegt dat zowel de regering als de samenleving moeten inzien dat maatschappelijk werkers samen met andere belanghebbenden aan een gezonde samenleving werken.